Staatssecretaris Mansveld spreekt zich wel uit voor de variant kopmaken bij Deventer. Dat is de route waarbij de trein zogezegd draait op het spoor. Dat wil zeggen, er wordt gewisseld van locomotief. Het is tevens de goedkoopste optie. De provincie Overijssel ziet wel problemen voor Deventer... maar is toch blij met het besluit van de staatssecretaris. En dat vergt natuurlijk daar straks ook nog de nodige investeringen. Maar vooralsnog, want zover is het nog helemaal niet... Uh, gaan de goederen treinen uh, blijven rijden over de huidige route? Het is een wijs besluit om geen besluit te nemen, zegt Piet Rademakers uit Badmen. Hij is een van de vele mensen die hevig protesteerde tegen een route door zijn woonplaats. De betere oplossing, dat hebben de havenbedrijven met de provincies niet alleen aangetoond, maar dat hebben wij zelf ook becijferd. De betere oplossing is een goederenvervoer speciaal toegespitst op uh, dit soort treinen. En eh, niet door bestaande kernen en overlijnen waar ook, ook personenvervoer plaatsvindt. Deze variant, de Noordtak van de Betuwe genoemd, is dus voorlopig ook van de baan. Maar Mansveld is wel van plan in de toekomst die variant ook mee te nemen.